Keizer Lazare is een vleesverwerkend bedrijf. En onze focus ligt op het portioneren, slicen, bereiden, verpakken en distribueren van voedingsproducten aan keukens. Keukens van horecazaken, foodservice en maaltijdcomponenten aan industrieklanten dat we toeleveren. Wij hebben uitmuntend gepresteerd bij de jury van de Factory of the Future. Omwille van ons productieapparaat, dat technologisch zeer sterk is. Verder, de digitale aanpak heeft hen ook aangesproken. We hebben een e-commerce platform. We hebben een aantal stappen volledig digitaal aangepakt. Er is een platform waar alles die data beheerst wordt. En we kunnen vanuit verschillende hoeken onmiddellijk die traceerbaarheid gaan bewijzen ten opzichte van klanten en dergelijke meer. En verder zijn we ook zeer human-centered. Dat betekent dus dat we de flexibiliteitsvraag van onze medewerkers invullen. En dat we daar ook op de flexibiliteit van klanten kunnen gaan inspelen. Toekomstmatig gaan we verder in op die digitalisatie. We hopen een B2C-platform te kunnen gaan bouwen. We hopen ook, en we zullen ook dat gaan doen, dus de consument dichter bij de boer gaan brengen. Met een duurzaamheidsconcept gaan bouwen. En blockchain zal daar een van de digitale oplossingen in betekenen. Op de verpakking gaan ze via misschien een QR-code, of dergelijke meer, of een online bestelling, gaan we onmiddellijk die volledige keten gaan blootgeven, zodanig dat de consument die directe informatie kan gaan winnen. En ook kunnen we op die manier het vertrouwen van die consument enorm gaan verbeteren.